In dit filmpje gebruik ik acrylverf en plakkaatverf door elkaar. Mijn schilderspullen heb ik bij mijn pensionering achtergelaten op school. Ik maak eerst een goede schets. Dat kan gelijk op doek. Of je kan, zoals ik het hier doe, een schabloon van je schets maken. Daar is de schabloon. Ik gebruik blauw. Dat is een kleur die wijkt. Dringt zich niet op. Dan een warme kleur om de halmen weer te geven en de distel. Oker om de tafel aan te geven. Het blauw maak ik wat lichter. Dit is plakkaatverf. Dus het is gerommel. Mijn excuses daarvoor. Maar ik wil het stel doen. Oker overschilder ik met oranje. Dan dringt het grondvlak zich wat meer op. Ik wil altijd graag tekenen. Ik geloof dat ik meer een tekenaar ben dan een schilder. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Even denken. Nog wat lichter, de achtergrond. Maar het is leuk als je niet alles te planmatig aanpakt. Maar dat je je ook laat leiden door je intuïtie. Een beetje rommelen, niet te veel, is ook leuk. Wat ik nu doe, dat is te veel gerommel. Ik bedacht dat het leuk zou zijn om een schabloon te gebruiken om het grondvlak nog wat meer accent te geven. Hier zit ik te knippen met een slechte schaar. Ik zorg dat ik mijn spullen in orde heb. En dat was het dan.